De Wiegense burgemeester Hans Verheijen laat weten dat de gemeente zo snel mogelijk af wil van de overlast in de parkeergarage bij station Wiegen. Verheijen zei dit nadat de fractievoorzitter van het CDA, Björn Dirksen, hier mondelinge vragen over had gesteld. In de parkeergarage zouden raceactiviteiten zijn in de avonduren en dat zou leiden tot geluidsoverlast. Burgemeester Verheijen liet weten dat hij bekend is met de zogenaamde overlastgevende activiteiten. Er werd niet alleen geraced in de parkeergarage, maar er waren ook verschillende pogingen tot brandstichting. Deze activiteiten zijn bij de wijkagent aangekaart en met behulp van camerabeelden gaat men op zoek naar de daders.